Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en vandaag weer met Robocons en Tuinko 2 met Ido. Hi. En we zijn vandaag weer terug en Ido heeft de vorige aflevering nog even een mooi inpakje aangelegd. Dus dat is helemaal top. En we hebben nu een giga achtbaan er ook weer bij, dus dat is allemaal helemaal top. En het, ja, het loopt allemaal wel spik en span. Het enige probleem is dat bij sommige attracties de wachtrijen behoorlijk lang zijn, maar hey. Gelukkig heb ik van die wachtrij te veer, dus dat is helemaal prima. Ja. Helemaal mooi. Ja. Oh, je hebt ook nog een standbeeld neergezet. Zo te zien. Van ja. Een of andere ridder of zo. Romein. Kan ook. Even zien. Ik ga even kijken bij iedere attractie of de inspectie iedere 10 minuten gebeurt. Vast wel, maar je weet maar nooit. Maar ik wil graag hebben dat het gaat regenen. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat mensen spontaan parapluutjes gaan kopen. Oh ja, nee, natuurlijk. Hij zit nog gewoon op slot. Dat is nog niet open. Echt gewoon 20 euro voor een plattegrond en nog een paraplu. Oh, rip. Heb je 20 euro voor die plattegrond gemaakt dan? Ik niet. Ik ook niet. Nou, jij bent de enige geweest die daarmee aan het kloten was. Ik heb er 1,30 van gemaakt. Oh, dan heb je dat wel heel vaak gezet. Anyways, wat zullen we zo dan eerst doen? De lening afsluiten of meer attracties bouwen en daarna de lening afsluiten? Geen één van twee. Nieuwe campagne starten. Dat was de derde optie die ik wou geven. Oh ja, we hebben natuurlijk ook die onderzoek. En wil je dat het bedrag nog hoger gaat voor het budget? Oh, gooi maar omlaag. Want we hebben nu 200 per maand. We kunnen naar 100 per maand als het goed is. Ja. En naar 400. Ik kan hem voor je op 100 zetten, maar. Dat betekent wel dat we minder attracties krijgen. We kunnen ook naar 0 euro zetten. Ja, ik wil wel de hele tijd. Ik zet hem gewoon op 100. Ja, daar staat hij al. Ja, dat heb ik ook al zo neergezet. Het stond op 200. Scheelt dus toch weer even. Een beetje kosten. Wat even zien. Nou, in mei hebben we op zich nog behoorlijk veel inkomsten verdiend met de entrykaartjes. Jezus, 4.180. Dat is nogal veel. Het is wel een druppel op de gloeiende plaat. Zeker. Maar het punt is, ik wil wat meer geld hebben. Ja, ik ook. Maar die fotostalletje levert heel wat geld op. Zeker. Maar ik wil eigenlijk eerst een nieuwe campagne gaan starten van 700 euro. Lijkt me. Meer monies krijgen. Nou, ik ook eens kan doen. Dus die starten. Die starten. Dan gaan we. Is een gratis pizza. Dan mag je die starten. Oh, je bent al gelijk marketing aan het doen. Alles voor die monies. Oh ja, nu komen de mensen wel weer binnen, ja. Ze denken van, Het zijn net Hollanders. Als ze iets gratis kunnen krijgen, komen ze. Hoeveel is de intrek van het park eigenlijk? Even zien. 20 volgens mij. Oh, daarom hebben we zoveel vis de vorige maand weten te verdienen. Ik had echt zo omhoog gegooid, de intrekprijs namelijk. Slim hè? Ja. Echt in muziek ook op de grond. Achtergrond hè? Van die oh ja, van die attractie. Ja. Zo, muziek er ook. Ik wil eerst draaimolen de muziek erop zetten. Dan kun je beter net zo goed een draaimolen zodat ik neer ga plippen ergens. Ja hoor. Gelijk wat iedereen het geld voor heeft. Tuurlijk. Ik wil hier al op zijn toetsenbord rammen, zo van. Hij is iets aan het doen, ik weet niet wat, maar hij is iets aan het doen. Is dat duidelijk? Misschien. Volgens mij heb ik het alleen helemaal goed getypt. Oh nee, je hebt toch niet een naam eraan gegeven, nog wel.
Ja, even zien. Oh, ik heb marschine. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ik stel voor om een beetje te gaan sparen, denk ik, voor een bepaalde achtbaan. Want die achtbaan, die doet het al wel goed. Paul er helemaal geen zin vol. Zo ongeveer bij elke attractie zat een wachtrij vol. In die hoek. Dat klopt. Ik hoor nu gewoon twee muziekjes door elkaar, van die draaimolen en die andere. Hoe klinkt dat eigenlijk? heel vrolijk en heel serieus tegelijk. Als dat duidelijk zat is. Nee, ik zou even iets harder schreeuwen, kan ik misschien verstaan. Dat is duidelijk. Nee. Hey, ik kies er zelf voor om het audiogeluid zo hard te zetten. Nee, ik heb nog 16 keer zacht gezet deze episode. En nog steeds is het hard zat. Nou. Ik moet dus zelfs de afweging maken om mijn headset zacht te zetten of om mijn game sound helemaal uit te zetten. Wauw. Nou ja, ik ga gewoon even sparen voor een achtbaan, lijkt mij. Ik ga sparen voor meer campagnes. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat waren alle campagnes. Grip. Jammer van de champagne. Dat heeft er helemaal niks mee te maken, maar oké. Dat klinkt gewoon grappig. Zo. Even een slokje gedronken. Moest de lucht er ook er vanaf. Ja. Net werd deze synchronisatie gedetecteerd. Och, hebben we dat probleem weer? Het is weer zover, jongens. We gaan weer beginnen met de Ja, dat netwerk-desynchronisatie. mijn TCP-protocols. Ik heb pakketje niet goed overgekomen. Ja. Ja, ik vind het prima. Volgende aflevering heb ik er waarschijnlijk minder last van. Nou ja, de vorige aflevering al helemaal niet. Ja, het duurt nog 308 dagen voordat het hele probleemschap opgelost is. Nee, 306 om precies. En nog zoveel uur, zoveel minuten en zoveel seconden. Dan zei je niet een beetje aan het begin van de vorige aflevering dat we alles een beetje hebben uit elkaar wouden bouwen? Nou, volgens mij is dat alles wel een beetje opgehoopt op één hoek. Kom ik er net achter. Ik denk Echt, van, hè? waarom is dit zo compact? Zei iemand niet de vorige aflevering dat dat alles was? Ik denk echt van, ja, dit kan ook, maar nee. Well, Shit. I did it. Ja. We hebben vorige maand 1,80 € verlies gemaakt. Yes. Dat komt vooral door mijn attractiebouw van die draaimolen. Bedoel niet 20 euro en 70 cent? Bij mij is het 1 euro. Oh, bij mij is het 61,80 €. Oké, Dat is ook dit in één keer. iemand heeft een dik gebukt. Nou ja, boeien. In principe mijn cijfers die kloppen. Noodstop. Monteur 1 gaat naar de attractie van het schommelschip. Bij mij niet, bij mij Yay. draait hij, bij mij schommelt hij gewoon nog. Ja. Het zal allemaal wel. Precies. Het zijn gewoon kleine mankementjes. Boeien. Wat er af en toe bij je. Ik denk dat ik even onder het standbeeld gewoon wat meer van die paden doen. Want aan het begin is het heel groot pad en dan opeens helemaal niks. Zo gewoon een beetje. Oh, als je even wacht voor wat geld te sparen. Want ik dacht, ik wacht even met geld voor een nieuwe advertentie. Oh. En dat kost 700. Oh, en dan was je er bijna. En dan ben ik zo van. Ja. We gaan het gewoon even voor iets gebruiken. Ja, echt waar. Ik had er nog gaan cheaten. Daar doen we die aan hier. Jij niet, maar ik wel.
Nou, dat gaat weer helemaal top. Ik heb het cheat nu al openstaan. Dat zal het wel wat leuker maken, maar op zich, omdat, om het legit te hebben, is het wat minder, denk ik. Als een opname, ik heb in het park al een keer gecheat, een opname is... Oh, dat zou best wel kunnen. Het is lui om de server af te sluiten, nieuwe map te starten. Een viesje van luiheid. Maar ik vraag me toch nog één ding af. Als mensen die platte grond kopen en wij bouwen opeens spontaan ergens anders op de map iets, hoe zorgen ze ervoor dat die hele platte grond wordt geüpdate terwijl ze het nog hebben? Vraag dan Harry, de wizard. Want ik zou het bij God niet weten hoe ze dat voor elkaar krijgen. Wat wil je weten? Want als je dat in het echt hebt, dan denk ik van ja, dat kan niet. Kijk, als jij nou het pad niet uitgebreid had, hadden we nu genoeg. We hebben nu genoeg geld, we hebben 1000 euro. 502. Ik weet niet wat je met het rest van het geld hebt gedaan, maar... Oh, in één keer vliegt er een flinke slomp geld weer vanaf? Ja, omdat er een week weer voorbij is. Dat is iedere week zo, volgens mij. En we gaan opnieuw wachten. Ik kan ook een campagne even snel starten. Gewoon proberen. 350. Is goed. Even zien, twee weken is wel prima. 3 weken mag ook. Ja, daar heb ik wel wat geld op remmen, hè. Oh, dat bedoel je 2 weken. Ik kan hem niet plaatsen, paniek. Te weinig geld? Nee, dat niet eens. Hij doet het gewoon niet. Hey, nee, dan krijg je wel niet te weinig geld. Oh. Die netwerk, deze organisatie heeft toch wel een probleem. Wel, rip. Ik kan even opnieuw gaan herladen, maar zal ik dat doen? Hoeft niet, ik kan gewoon een paar dingen verwijderen. Nee. Ik kan gewoon de wc's verwijderen. Nee. Zijn bomen zat in het park? We hebben 6 bomen in het park. Ja, dat zijn wel genoeg. Voor de 671 bezoekers? Niet. Je hebt ook nog bosjes. Ja, hallo. Ik zei, we maken er een mooi park van. We maken ervan, ja, gewoon even van die plant ben. Dus ja, ook goed. Niet precies wat ik in mijn gedachten had, maar oké. Okay. Hey, prima. Hey, waar gaat ons geld opeens heen? Och, Ido is weer bezig hoor. Ja hoor. Ik zei het rood. En omdat jij in het rood staat, kan ik niet op het standbeeld even... Oh nee, dacht dat heeft op een gegeven moment. Oh nee. Geld gaan sparen. Dus meer kopen. Oké. Okay. Zo, even 4 bankjes op dat standbeeld ingepland. Dan. Job dom. Die draaimolen is verschrikkelijk populair, jongen. Nou, echt. Er zijn maar 2 persoontjes die erin willen. Bij mij. Ja, bij mij ook. Er zitten 6 passagiers in. Ik zit wel 16. Nou, dat is eigenlijk het geld niet waard, of wel? Ja, wel. Maar het moet even gaan regenen. Ja, it's raining, man. Halleluja. Ja, precies. Dat zal tenminste wel heel raar zijn als het opeens mannen regent uit de lucht. Dat zou heel raar zijn. In Nederland kan ook pijpen en stelen regenen. Kreun. Geluid.
Dus dan vind ik op zich Raining Man nog heel niet zo heel erg gek. Nou ja, het is bij mij 31 juli op een moment hier. In augustus. Ja, nu ook. Dus het zou nu zomer moeten zijn. In zomer is er weinig regen. Hoeft niet. Kijk, dan moet je vaak komen in Nederland. Nieuwe voertuig beschikbaar voor stalen twister achtbaan. Twister trein zonder vloer. Wow. Wow. Magic. Hey, we hebben de 700 bezoekers aangetikt. Hey. We hebben het mij nog niet. 685. De netwerkdisorganisatie heeft gewoon alles weer verpetst, ja. Die slechte woordgevrij heeft ook alles verpetst. Ja. Ik ga gewoon wachten tot ik geld uit kan geven aan de achtbaan. Ik heb dan misschien wel 1000 euro's, maar daar heb je niet genoeg voor om een achtbaan te maken. Misschien wel heel klein. Jawel. Kijk een bochtje en weer terug bij het station. Ik kan misschien een beginnetje eraan maken. Ja, ik doe nog maar niet. Er is heel wat meer bezoekers hebben. Hoe meer bezoekers, hoe meer geld ze in hun zak kunnen kloppen. Geuzenrad 1 is kapot. Ik krijg niet een random 200 euro erbij, eigenlijk niet. Money. It's so funny. In a rich man's world. Nou, we kunnen in ieder geval één ding zeggen, dat deze video al 2 keer Idol hebben horen zingen. Met Idol zangtalenten. Ja. Ik moet het nog niet weten, ik ga meedoen aan The Voice. Ja, ik zie het ook wel weer voor me. Dikke karaoke party. We kunnen het een keer doen in een livestream. Ah, nee, alsjeblieft. Zodra ik snel internet heb. Maar jij kan het ook doen met jouw internet. Maar ik ga het niet doen. Zo'n... Oh. Zo'n... Nee. Heb ik al nee gezegd? Ja. Oh. Je had een hele andere reactie verwacht volgens mij. Ja, als je nee zegt, ja, dan is het ook weer nee. Dus dat is deception. Kijk eens hoeveel mensen er nou komen. Het is nou niet de bedoeling om je broeken open te trekken, hè? Ja, die springt vanzelf al open. Nee. Waarom begin ik überhaupt met zo'n opmerking? Ik heb zo'n stomme opmerking terug verwacht. Ja, precies. Die van mij wil iemand te groeien en hij springt al open. Oké, daar gaan onze inkomsten. Nou, precies. Ook al hadden we dit niet. Oh god, ik begin weer met spul te gooien hier. Oké, iets wat ons wel opvalt, hè. Als ik opneem, ik stel tegen mijn eigen microfoon aan te schudden met mijn headset. Mark loopt constant alles op zijn bureau om te flikkeren. Oh ja. Ik weet... En als we z'n tweeën opnemen, is alleen Mark die dingen omflikkert. Ik weet niet wat de fuck die fucking draaiballen bij mij deed. Maar die was aan de trip als die tyfus. Als ik dat stukje snel nog in de video terug vind. Ik zoom wel even in op die draaiballen wat de fuck die deed. Hierbij hou ik je eraan. Echt, dat zag eruit als een... Als een persoon die op de panno zat. Maar dan als machine gepikt. Panno zat? Kun je het eten? Ja. Ik ga naar Paris, dat schimmels groeide. Ja, precies. Behalve, ik ga nu in ieder geval deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like. En dan zie ik je morgen weer. En later. We hebben heel veel nuttigs gedaan. Nou. ja, niet veel in ieder geval, laat ik maar zeggen. Beetje gespaard, ja. Laat ik maar zeggen. We hebben de eerste stukje van de lening afbetaald. De tweede, we hebben nu ziek veel meer money zijn we mee begonnen. En we hebben veel meer bezoekers. En we hebben trash lopen talken. Dat is het meest positieve. Behalve, tot de volgende keer. Doeg. Cheers.
Mark, heb je nu net in één keer de volledig afbetaald?